Ontploffingen, schoten en heel veel militairen. Vrijdagmiddag werd op de Waal bij Nijmegen de Waalcrossing nagespeeld. Vandaag precies 80 jaar geleden. Ik durf zelfs te zeggen dat de herdenkingen nu na 80 jaar misschien wel meer mensen trekken. Ook meer Amerikaanse trekken dan pakken bij 10 of 15 jaar geleden. Dus dat is heel erg bijzonder. En verder in het nieuws vandaag, archeologisch onderzoek in Maasbommel. En sculpturenfestival laat resultaten zien in Park Lingezegen. Vandaag werd in Nijmegen op verschillende plekken stilgestaan bij de Waaloversteek. Het is 80 jaar geleden dat deze plaatsvond. En daarom werd er met een herdenking en speciale Waalcrossing stilgestaan bij dit moment. Ontploffingen, schoten en heel veel militairen. Dat was het beeld voor veel bezoekers bij de oversteek vandaag. Er werd namelijk stilgestaan bij de Waaloversteek. 80 jaar geleden staken Amerikaanse militairen de Waal over om in de avond van 20 september de Nijmeegse bruggen te heroveren van de Duitse bezetter. Dit was uiteindelijk het begin van de bevrijding van Nijmegen. Omdat het eigenlijk de Amerikanen en de Britten niet lukte om de brug bij Nijmegen, de oude Waalbrug en de spoorbrug, te veroveren. Ze waren al daar aan het vechten, grote verliezen over en weer. En toen hebben ze eigenlijk als een soort van laatste optie bedacht van we gaan met een aantal bootjes iets meer verderop, de rivier over en proberen dan via de Kandelense kant die bruggen te veroveren. En dat hebben ze gedaan. Dat heeft 48 Amerikaanse soldaten, jonge mannen, het leven gekocht. Die worden ook hier herdacht waar we nu staan. En daarmee is uiteindelijk Nijmegen bevrijd. Naast de Waalcrossing vond ook een herdenking plaats bij het monument De Oversteek. Veel publiek kwam erop af dat volgens Bruls maar al te fijn is. Het verhaal moet volgens de burgemeester doorverteld blijven worden. Vooral ook door de persoonlijke verhalen die we gelukkig in steeds grotere getalen ook hebben opgetekend. Of het op film is of opgeschreven. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En ook mensen de kansen geven door tentoonstellingen, dingen zelf mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Sunset March die elke avond wordt gehouden om mee te laten maken van ja, dit is waar gebeurd is. Dat is bij ons, hè. Dat is 80 jaar later, maar dat is bij ons. En ja, helaas. Er is geen garantie dat het nooit meer gebeurt. Tijdens de herdenking zijn veel sprekers aanwezig, waaronder militairen uit Amerika. This 80th year of Dutch liberation has further highlighted the history of this particularly epic military operation and the events that it encompassed. What I have learned as I have curiously and enthusiastically further educated myself of the bravery exemplified during World War II, has only deepened my admiration of the Allied troops and the units involved in the effort to liberate the Netherlands. Het waren natuurlijk Amerikaanse soldaten die de oversteek hebben gedaan en voor een deel dus ook met hun leven betaald hebben. Dat is heel speciaal dat ook zij voelen dat er nog steeds in Nijmegen met heel veel warme belangstelling wordt gekeken naar zoveel duizenden kilometers verderop. En ik durf zelfs te zeggen dat de herdenkingen nu na 80 jaar misschien wel meer mensen trekken, ook meer Amerikaanse trekken dan pakken bij 10 of 15 jaar geleden. Dus dat is heel erg bijzonder. Het project Meanderende Maas doet archeologisch onderzoek in de uiterwaarden van Maasbommel. In de 15e eeuw stond daar een huis met grachten eromheen. Momenteel worden er proefsleuven gegraven voor de Maas. Voorafgaand is daarom archeologisch onderzoek nodig. Eind augustus is de organisatie RAAP in opdracht van Meanderende Maas begonnen met het graven van proefsleuven in de uiterwaarden bij Maasbommel. Hier wordt nu archeologisch onderzoek gedaan naar een vondst uit de 15e eeuw. We zijn hier archeologisch onderzoek aan het uitvoeren. En ze hebben hier we hebben hier ook al het vooronderzoek gedaan. We hebben eerst boringen gezet en daarna eigenlijk proefsleuvels gegraven. En eigenlijk zagen we op de luchtbeelden hier al iets heel bijzonders gebeuren. Eigenlijk een soort van vierkant omgracht terrein leek zich wel af te tekenen. En dat zien we door de LiDAR-beelden die zijn gemaakt van dit gebied. Kun je die heel mooi weer terugvinden. En nu hebben we daar gericht proefsleuven eerder overheen gelegd. En nu zijn we dat hele terrein verder aan het opgraven en aan het bekijken. En het blijkt om iets van een kasteelterrein of iets van een omgracht terrein te gaan. Ja, bij dit onderzoek is er ook een programma met uitleg en vondsten gemaakt voor bezoekers. In deze regio weet ik het niet, maar vanaf die 13e eeuw worden er regelmatig wel dijken aangelegd.
hou ik even in het midden. Maar dit ligt buiten dijks. Dus je ziet steeds verschillende nieuwe ophogingsniveaus waarbij ook materiaal aanwezig is. Het onderzoek is al een tijdje bezig, maar hopen ze binnenkort afgerond te hebben. Het plan is om een nevengeul langs de Maas te graven en de vondsten veilig te stellen voor de toekomst. We zijn nu, dit is de vierde week dat we bezig zijn. En waarschijnlijk zijn we volgende week ook nog bezig. En dan hopen we het onderzoek meer ongeveer afgerond te hebben. Ja, ja. En wat is het doel van dit onderzoek? Het doel is om eigenlijk de archeologie die hier in de grond zit veilig te stellen. Dus, het is het plan dat ze hier eigenlijk naast de Maas nog eigenlijk een nevengeul gaan graven. En dan bij het graven van die nevengeul gaat natuurlijk wel flink diep ontgraven worden. En is die archeologie is ook kwetsbaar en die gaat dan verloren. En nu gaan we eigenlijk, wij gaan het ook een soort van slopen. Alleen wij leggen alles goed vast en we maken alles met dronefoto's, leggen we het goed vast. En ook met GPS meten we alles in. En dan kunnen we dit in ieder geval bewaren voor de toekomst. En dat is eigenlijk het doel van het hele onderzoek. Een 28-jarige Nijmegenaar die begin maart in beschonken toestand een fietser doodreed, is donderdag veroordeeld tot 3 jaar cel. Daarnaast mag hij 5 jaar lang niet rijden. Het fatale ongeval gebeurde in de nacht van 8 op 9 maart. Op de kruising van de Paul Krugerstraat en de Dennisstraat in Nijmegen reed de automobilist met hoge snelheid door rood. Een 37-jarige fietser die op dat moment de weg overstak werd daarbij aangereden. De man, vader van 2 jonge kinderen, overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Ondanks veel weerstand wil de gemeente Wijchen verder gaan met het 's nachts deels uitschakelen van de straatverlichting. Vanaf oktober gaat het licht voor deels uit in 4 ervaringsstraten in Woezik. In de straten kunnen Wijchenaren wennen aan hoe het licht op straat er straks overal in de gemeente uitkomt te zien. Wijchen wil op termijn in de hele gemeente minder straatverlichting. Duurzaamheid, energiebesparing, lichtvervuiling en flora en fauna zijn voor de wethouder allemaal redenen om dit te doen. Begin dit jaar startte er al een proef in de wijken Salshof, Veenhof en Hof van Hagevoort. 40% van de verlichting werd daar uitgeschakeld. Bij tennisvereniging De Gele Berg in Druten hadden ze gehoopt dat er nu al gespeeld had kunnen worden op de nieuwe padelbanen. Maar zelfs met de aanleg is nog niet begonnen. Tijdens een faunaonderzoek trof een ecoloog van de gemeente op het terrein keutels aan van een wezel. De Gele Berg wil op grond bij de vereniging 2 padelbanen aanleggen. Voorwaarde voor het verlenen van subsidie was wel dat er eerst onder andere een faunaonderzoek moest plaatsvinden. Het onderzoek is inmiddels geweest, maar de aanleg van de padelbanen is nog niet begonnen. In Elst is vandaag het sculptuurfestival afgesloten. Hier werden beeldhouwwerken gemaakt door 5 internationale beeldhouders. Vandaag is het resultaat te bewonderen en krijgen de beelden een vaste plek in het natuurgebied. Bij het sculptuurfestival worden er gewerkt aan 5 beelden met ieder een eigen thema. Jorg van Dalen, de organisator van het sculptuurfestival, heeft het thema sport en beweging. Ja, wij zijn 5 artiesten. Iemand uit Cuba, iemand uit Marokko, Duitsland, Nieuw-Zeeland en ikzelf als Belg. Wij maken hier op een 17 dagen maken wij ieder een sculptuur. Ieder heeft een thema gekregen en ieder heeft zijn min of meer dezelfde blok Belgische blauwe aardsteen gekregen. En wij moeten eigenlijk vandaag bijna klaar zijn. En wat is uw thema? Mijn thema is dans en, sport en beweging. Maar ik heb er dans van gemaakt omdat eigenlijk het idee was. Mijn broer is een 4-tal jaar geleden overleden. Hij was choreograaf-danser in Arnhem. En ter ere van hem doen we eigenlijk ook wel dit symposium. Dus ja, sport en beweging en dan dans als choreograaf was eigenlijk rap bij elkaar gebracht. De beelden zullen een mooie plek krijgen in Park Lingenzegen. Het doel van dit festival is om nationaliteiten samen te brengen, kunst en cultuur te promoten, maar vooral om de bezoekers wat creatieve educatie te geven. De beelden blijven niet permanent staan. Wij plaatsen ze ook in één keer. Straks worden er nog steentjes aangeleverd en zo. Dat alles in één keer is zoals het moet zijn. Het doel is natuurlijk altijd kunst en cultuur promoten. Het park promoten is ook zeker een belangrijk thema. Dans promoten. Ook een uitwisseling met diverse nationaliteiten die hier aan het werk zijn. En vooral het grootste doel is hoe dat mensen kunnen zien hoe dat van begin tot einde een beeld ontstaat. Van steen tot beeld. Ja,
Ja, vandaag was het een overwegend zonnige dag met een gemiddelde van zo'n 23 graden. Morgen blijft het warm en zonnig met gemiddeld van 24 graden. Er wordt ook geen regen verwacht. Zondag houden we de warme temperaturen nog aan met een gemiddelde van 24 graden en slechts een kleine kans op wat neerslag. Maandag is het zo'n 20 graden met opnieuw kans op een kleine bui in de ochtend en middag. Later volgende week wordt het een stuk frisser. En dit was het RN7 regionieuws van vrijdag 20 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NIC-update. En wij zijn dan maandag weer. En ik zeg dus een heel fijn weekend.